Het is vandaag volgens mij 12 maart. Maandag 12 maart en we gaan een dagje skiën in Les Maricottes. En het heeft lekker gesneeuwd en nu schijnt de zon. Hier is onze gids, Edward Becker. Aangenaam. En moet je eens kijken. Wat een sneeuw. We gaan nu een stuk lopen, deze couloir omhoog. Dan gaan we aan de achterkant van die berg weer naar beneden. Daar schijnt de verse poeder te zijn. Er zijn meer mensen die het proberen. Maar die halen we wel in. We gaan gestaag verder. Het topje komt in zicht. Maar het is behoorlijk zwaar. En het is behoorlijk heet ook. Kijk eens hoe mooi. We hebben de top gehaald. Nu nog even wat eten en drinken. En dan gaan we zo richting het dal. We gaan nu een eind verder lopen. Naar de volgende pas. Die daar is in de zon. Every time she closed her eyes. Vandaag maandag 13 maart. We zijn op de Montfort. De Montfort is een berg dichtbij Verbier in Les Quatre Vallées. Het is ontzettend warm. En we gaan hier vandaag hier door die vallei naar beneden. Het is te warm om te vellen. Dus we gaan niet lopen, maar alleen maar skiën. Het is een soort voorjaarssneeuw, springsnow. Prachtig uitzicht. Die kant. Het is woensdag 14 maart. We zijn net door de helikopter neergezet op het plateau du Trian. En de tweede groep die komt zo meteen met de helikopter. Het is prachtig weer, windstil bijna. En hier bij dat vlaggetje komt straks de chopper landen. We gaan hier straks over deze vlakte naar beneden. Over de plateau du Trian en dan zie je daar die twee topjes, daar gaan we naartoe met de vellen en dan verder het dal in. Prachtig. We zijn bijna bij de top. Ik denk dat we een uurtje anderhalf gelopen hebben en straks gaan we lekker naar beneden. Ja, daar is een mooie gletsjer inderdaad. Ja, dit is prachtig jongens. Onvergetelijk.
do we go? Nobody knows. Oh, jongens, ga maar. I've gotta say I'm on my way. Het is heel stijl, jongens. Down. En vaar op de lawines. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Okay, I'll come on. Ga maar, Boutje. Als je wel even op me wacht beneden, hè? Where do we go to draw the line? I've got to say. Het is vandaag vrijdag 16 maart. En we gaan de laatste dag skiën. We gaan met de heli naar de top hier. Ik zal jullie straks vertellen welke top dat is. En hier zie je Edward die alle spullen uitgeladen heeft. En we gaan zo vertrekken. Jongens, we zijn er weer. Geweldige rit. Ja. Aardig kerel. Het was het plan om naar het topje van de Pinje d'Arollo te lopen, maar er is te veel ijs op de gletsjer. En we hebben geen harsijzers bij ons. Dus... We gaan nu iets eerder naar beneden dan gepland, maar het maakt niet uit, het is hier schitterend. Edward heeft besloten om toch een risico te nemen. We gaan nu aan het touw omhoog, over het ijs van de gletsjer. Steady Eddy, geen probleem. Calculated risk. Calculated risk. That is what it's about, eh? Eerst, we gaan in twee groepen. Ik ga als laatste. Familie Ezinga natuurlijk. Mooi. Hartstikke leuk met jou, Henk. Ja, ik ook. Andreas. De laatste opname. Arrivederci. De laatste opname.
Groet uit Groningen. En wat zeggen ze in Groningen ook alweer, jongens? Mooi. Oké. Jongens, goede reis. We zien elkaar vanavond in La Drapeau Suisse. Het gehaald, Andreas. We staan. Ik sta te ver op het treintje, sorry. Top of the world zijn we nu. Ja, oké. Okay. Kijk, hier is het randje. Die gaat stijl omlaag zetten. Dat is een overhang. Dit is een overhang. Je hebt natuurlijk met hele kop aan. Zag je het hier? Want dit ongeveer gaat het gewoon. Ja. Even zien hoor, dan sla ik er even een hebel over, anders is het te ingewikkeld. Maar dan heb je daar de Gran Paradiso. Okay. Waar ik nu wijs. Oh, ja. Gran Paradiso. Met al de sneeuw erop. Met al de sneeuw erop, Gran Paradiso. En rechts van is Grivola. Dat is net hoger, hè? Ja. Okay. Dan ga je weer helemaal naar rechts en dan heb je daar zo'n berg met veel schaduw. Ja. Ja. Dat is de Grande Cas. Oh ja. Dat is bij Val d'Isère, hè? Ja, oké. Okay. Ja. En dan ga je weer verder naar achteren. Dan heb je daar, ik denk, Alpe d'Huez ongeveer. Helemaal rechts achter. Nee, dat zijn de Glaciers de la Vanoise. Ja. Alpe d'Huez, dat kan je eigenlijk net niet zo zien. Dat is net iets meer naar achteren. Gaan we hier naar beneden. Hier het dal in. En dan gaan we straks daar aan de overkant gaan we omhoog toeren. Wordt een heel eindje nog. Gaat Boudewijn. Het is een beetje springsnauw, een beetje al door de warmte is het al heel zacht geworden. Nog een kleine 100 meter en dan zijn we aan de top. En dan gaan we daar over die helling aan de achterzijde naar beneden. Het is verdraaid. Zwaar, maar wel prachtig. We zijn eindelijk boven. En we gaan nu hier door het dal hier achterlangs. Richting Arolla. Oké, jongens. Mooi tocht zo, hè? Oké, Thomas, ga. Wel, zit nog steeds op de gletsjer hier, dus moeten we oppassen voor de spleten. Dus we gaan heel voorzichtig. Oeh, wat stilte. Wat schitterend. We zijn aan het eind gekomen van een heerlijke vakantie. We gaan nu even ons klaarmaken voor het zwembad. En dan vanavond nog, even lekker eten in Le Drapeau Suisse. Het was een verrukkelijke week.